Voorzitter, eerst vooraf de opmerking dat de VVD is aardig door de spreektijd heen in tweede termijn. En wij kunnen het tegenwoordig nog beter vinden met de VVD vroeger al. En wij zullen eventuele moties en amendementen indienen en ook toelichten. Hopende dat wij wat spreektijd overhouden. Voorzitter. U bedoelt dat u de moties en amendementen van de VVD gaat indienen? Ja, die zullen dan uiteraard ook mede namens de CDA ingediend worden. Hè? Dus zo gaat dat wel. Voorzitter. Voor ons ligt de programmabegroting 2011 en de meerjarenraming tot 2014. Allereerst spreek ik hierbij namens het CDA een woord van dank uit richting het college en de ambtelijke organisatie. Er is weer heel veel werk verzet en het resultaat is transparant en overzichtelijk. Ga vooral door met de verdere verbetering van de opbouw van de begroting. We zijn overigens benieuwd naar de reactie van de Rekenkamercommissie op deze begroting. Op de opbouw van de begroting en niet de inhoud zult u bedenken. Voorzitter, door de onzekerheid ter zake de verwachte ombuigingen zal vanavond de inbreng van het CDA het karakter hebben van een algemene beschouwing. Ik zal de programmabegroting bespreken in reflectie op de kernwaarden van het CDA. Gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Uiteraard zal ik enkele voorzetjes geven en preluderen op komende zaken. Het echte politieke werk zal plaatsvinden in het voorjaar als de knopen over de bezuinigingen moet worden doorgehakt. Voorzitter, Alkmaar is een dynamische centrumstad. Zonder al te genoegzaam te willen overkomen, denk ik hier te kunnen zeggen dat onze stad de zaken goed voor elkaar heeft. We zijn de crisis vooralsnog zonder grote scheuren doorgekomen. De voorzieningen voor onze burgers zijn nog steeds van hoog niveau. De stad is nog steeds aantrekkelijk voor buitenpoorters en toeristen. We wonen in Alkmaar met veel groen om ons heen en in schone lucht en in een sociaal ontspannen klimaat. Als je Alkmaar vergelijkt met andere steden, dan steken we er bovenuit. Hetgeen ook blijkt uit de vele prijzen die we de afgelopen jaren hebben gewonnen. Voorzitter, u bent toch eigenlijk als burgemeester een bofkont in deze healing environment. Voorzitter, voor het CDA is het belangrijk dat wij als stadsbestuur blijven werken vanuit de lange termijnvisie op de stad en de regio. Samenwerken met de andere gemeenten in de regio maakt ons sterker naar provincie en Den Haag. Het CDA ziet graag een stadsbestuur dat beseft dat de private sector in de private sector het geld moet worden verdiend dat in de publieke sector wordt uitgegeven. Het CDA ziet graag een stadsbestuur dat ondernemend is en dat zich laat leiden door de vraag hoe kunnen we het wel doen en niet wat zijn de problemen. Het CDA ziet graag een stadsbestuur dat beseft dat het hebben van werk de belangrijkste voorwaarde is voor sociale cohesie in de stad. Het CDA ziet graag een stadsbestuur dat prioriteit geeft aan investeringen voor de lange termijn zoals de noordelijke ontsluiting van de Beverkoog. Dat is namelijk een diepte-investering in de economie van onze stad. Dat is duurzaamheid ten voeten uit. Dat is wat het CDA bedoelt met rentmeesterschap. Rentmeesterschap gaat dus om meer dan alleen de inhoud van de lokale schatkist. Deze laatste is overigens goed gevuld en dit is te danken aan de voorzichtigheid en spaarzaamheid in het verleden. Niet op de grote voet leven, verlies direct nemen en winst eerst inboeken als deze in de knip zit. Voorzitter, het weerstandsvermogen is volgens onze eigen normen ruim voldoende. Ik durf in navolging van wethouder De Baat, die zich recent even versprak, te stellen dat het weerstandsvermogen goed is. Even belangrijk als het cijfer zelf, is de wijze waarop het cijfer tot stand komt. Immers, een adagium is, cijfers liegen niet, maar cijferaars wel. Het weerstandsvermogen wordt echter op objectieve basis beredeneerd, op basis van risico-inschaling van projecten. Wat verder bij de beoordeling van de financiële basis van een stad moet worden meegenomen, zijn de woonlasten voor de burger. De lage woonlasten voor de burger in ogenschouw genomen, komt het weerstandsvermogen in een nog beter perspectief. In tijden van economische tegenwind mag wat betreft het CDA het weerstandsvermogen naar voldoende. Hetgeen betekent dat er, indien echt nodig, nog ruimte is voor investeringen die dienstig zijn aan de economische ontwikkelingen in casu hun geld terugverdienen. We praten dan over 15 miljoen als we naar een weerstandsvermogen van 1 gaan.
Voorzitter, groet rentmeesterschap betonen wij ook als wij zorgen voor uitvoering van de klimaatagenda. Als wij zorgen voor het inbedden van duurzaamheid in al onze plannen en projecten. We zien met genoegen dat voor duurzaamheid een mooi bedrag is uitgetrokken. Duurzaamheid is ook zorgvuldig omgaan met waardevolle bezittingen, zoals bestaande bedrijventerreinen. Revitaliseren van bedrijventerreinen betekent dat je weer voor lange tijd veel plezier en economisch nut hebt van deze assets. Het zwembad De Hout is ook zo'n voorbeeld. Prima bad, rendabel in de exploitatie en in de buurt komt er met Oranjehof een wijk bij met vermogende senioren. We hebben er in november 2009 een motie over aangenomen, waarin wordt gesteld dat het bad moet worden opgeknapt. Voor het CDA staat de uitvoering van die motie volledig overeind. Waarvan akte, zou mevrouw Van den Brakel Visser zeggen. Voorzitter, de volgende kernwaarde, gespreide verantwoordelijkheid, staat tegenwoordig bij velen, ook bij buiten het CDA, in de belangstelling. En dat vinden wij een goede zaak. De tijd dat burgers en organisaties alle heil van de overheid mogen verwachten is voorbij. De rollen zijn veranderd. De overheid is er om de basis te leggen, de paaltjes te slaan, een steun in de rug te geven. Burgers en organisaties moeten echter bovenal zelf creatief en ondernemend zijn en risico's willen nemen. Dat geldt voor iemand die werk en of opleiding zoekt, iemand die als nieuwkomer in dit land wil inburgeren, als vereniging of organisatie die zich bezighoudt met sport, kunst of cultuur en dergelijke. Het programma Nieuw 072-pijl, niet te verwarren met het centrale informatienummer 14072, gaat zorgen voor een integrale doorlichting en aanpak van de wijk, zodat de wijk schoon, heel en veilig is. Niets mis mee, integendeel, we verwachten er veel van. Maar we moeten niet vergeten dat als we de sociale cohesie willen bevorderen, er meer nodig is dan het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Net als bij een voetbalelftal moet je zorgen dat de basis, en dat is de verdediging van het team, op orde hebt. Met verdediging bedoel ik de sociale basis en die staat en valt met het hebben van werk. In het geval van een wijk met veel te hoog werkeloosheidspercentage betekent dit dat veel van de inspanningen gericht moeten zijn op opleiding en werk, wetende dat het hebben van werk leidt tot meer waardigheid, weerbaarheid, woongenot, welbevinden, welzijn en welvaart. Meer wees kon ik niet verzinnen. Voorzitter, het CDA ziet dus een heel sterk verband tussen NAP en werk, participatie en inkomen. Er moet dus intensief worden samengewerkt tussen die afdelingen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor deze programma's. Met gespreide verantwoordelijkheid leggen we een belangrijk deel, het grootste deel, neer bij de betreffende burgers. Aanbod van opleiding en een baan is niet vrijblijvend. Daar is in het verleden te veel op misgegaan. Hier moet steviger op worden ingezet. Als er in een wijk langdurig sprake is van veel te grote werkloosheid, dan zijn alle andere plannen helaas dweilen met de kraan open. En dat is niet lekker, tenzij je van dweilen houdt. Voorzitter, gespreide verantwoordelijkheid betekent ook dat organisaties die sterk afhankelijk zijn van de subsidieruif het roer moeten zullen omgooien. Of op zijn minst de koers zullen moeten verleggen. Het is onafwendbaar dat substantiële bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Alkmaar zal namelijk niet in de positie zijn om bijvoorbeeld bezuinigingen van Rijk en provincie op kunst en cultuur op te vangen. Dat zouden we trouwens ook niet moeten willen, vindt het CDA. Het is goed dat er uitdaging is voor organisaties om ze langzaam, maar zeker wat onder het subsidiejuk uit te vechten. Dat maakt creativiteit en ongedachte krachten los bij mensen en organisaties. Kort wieken om te pieken, zou ik maar zeggen. Voorzitter, ook de ondernemers spreken wij aan op gespreide verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur zorgt voor de kaders bij invulling van plannen, doen we terecht een beroep op ondernemers. Het ondernemersfonds en de voorgenomen financiële participatie bij de noordelijke ontsluiting van de Beverkoog zijn hier voorbeelden van hoe het moet gaan. Samen staan we sterk, nu de provincie nog. Partijen in deze raad benaderen uw collega's in de provinciale staten, dat helpt. Eventuele VVD-motie op dit punt om de zaak te entameren zullen we uiteraard van harte steunen. Voorzitter, publieke gerechtigheid betekent onder meer dat een betrouwbare overheid duidelijke grenzen stelt en dat de burger zekerheid geeft. De overheid en de burger zekerheid geeft. De overheid dient zich ook zelf aan deze grenzen te houden. Dit betekent in onze visie onder meer dat plannen, projecten en maatregelen logisch, duidelijk en eerlijk moeten zijn. Burgers moeten kunnen vertrouwen op een overheid die het algemeen belang dient, goed en goed naar hen luistert.
Volgens het CDA doet een betrouwbare overheid aan zelfreflectie en vraagt zich steeds af of de besluitvorming goed was. Dat er dingen verkeerd gaan is onvermijdelijk. De perfecte overheid bestaat niet. Voorzitter, als zaken niet goed zijn gegaan, dan moet daar lering uit worden getrokken. En moeten besluiten worden aangepast. De instelling van het eenrichtingsverkeer op de Kanaalkade, ja, u dacht, waar blijft die, is zo'n punt. In een visie op de ontwikkeling van een nieuwe uitbreidende binnenstad door de overstadontwikkelingen is hiervoor gekozen. Echter, met de kennis van nu kun je constateren dat achteraf gezien de volgtijdelijkheid verkeerd is geweest. Thijs Penning van de Kamer van Koophandel heeft ons hier eerder op gewezen. Overstad moet nog worden ontwikkeld. De verkeersafhandeling rond Overstad is nog niet goed. Maar het eenrichtingsverkeer is reeds ingevoerd. Dit wordt door weinig burgers en ondernemers, maar dat zijn natuurlijk ook burgers, begrepen. Voorzitter, wij zien met ongeduld uit naar de voorstellen van het college om, in ieder geval tijdelijk, weer twee richtingsverkeer op de Kanaalkade toe te staan. Het CDA gaat ervan uit dat de nota van het college ons, zoals aangekondigd, voor het eind van het jaar zal bereiken. Publieke gerechtigheid betekent ook dat begrippen redelijkheid en billijkheid leidraad zijn bij beslissingen. Niet enkel alleen de letter van een verordening. Minder regels, minder betutteling passen in een samenleving waarin verantwoordelijke mensen zich wel bevinden. Publieke gerechtigheid betekent verder dat wij het opnemen voor de zwakkeren in de samenleving. En dat we hen die bedreigd worden beschermen. Nu is het onderwerp heel breed, maar ik licht er één punt uit. En dat is het geweld achter de voordeur. Kinder- en oudermishandeling. Dat is het meest voorkomend geweld in de samenleving. Het CDA heeft hier 2 jaar geleden extra aandacht voor gevraagd, mevrouw Van den Brakel-Visser. En dit ook gekregen. Evenals een extra bescheiden budget. Voorzitter, het CDA ziet dat er in 2011 geen apart budget meer is voor bestrijding van huiselijk geweld. Maar wij gaan ervan uit dat dit niet betekent dat de extra aandacht voor dit punt aan het verdwijnen is. Wij vragen het college om ons hieromtrent gerust te stellen. Voorzitter, als laatste bij het punt publieke gerechtigheid noem ik de wijze waarop wij de stad met elkaar besturen. Het stadsbestuur is er voor de burgers en niet andersom. Iedereen doet ertoe in de stad en in het stadsbestuur. Het CDA benadrukt dat hier ruimte moet zijn voor het doen van politieke zaken tussen alle partijen in de raad. Juist in deze financieel-economisch minder makkelijke tijden moeten we elkaar trachten te vinden. Niemand heeft immers de wijsheid in pacht. Overigens doe ik hier niet af aan het recht van elke coalitie op stevige oppositie. Het moet natuurlijk geen slappe hap worden. Mevrouw Hamburg, het is een mooi moment om uw vraag te stellen. Ja, ik wou even de hele termijn afwachten, want ik had een punt gevonden in het begin. Een klein stukje nog. Dus ik mag het van mij even afmaken en dan stel ik de vraag, als de voorzitter dat al toestaat. Ja, dat toe. Dank u wel voor zoveel coulance. Voorzitter, last but not least, de kernwaarde van het CDA te weten, solidariteit. De zwakkere en minder bedeelden in de samenleving zullen op het CDA kunnen rekenen. Juist in een periode dat het financieel en economisch tegenzit. Alkmaar was, is en zal wat het CDA betreft ook een stad blijven die met het sociaal beleid tot de top van Nederland behoort. Ons, en dan bedoel ik de Raad, wachten in het komend voorjaar lastige keuze. Maar ook bij lastige keuze dient de solidariteit een leidmotief te zijn. Wat het CDA onderscheidt van anderen is ons sterke vertrouwen in de capaciteit en kansen van mensen. Hierbij doet de afkomst van iemand er niet toe. Het is zijn of haar toekomst die telt. Pamperen is geen oplossing. Wijzen op kansen en mogelijkheden levert meer op. Iedereen doet ertoe en kan wat voor de samenleving betekenen. Zo nodig moeten we zo nu en dan een kontje geven. Voorzitter, ik ga mijn betoog afronden. Het CDA kan zich vinden in deze begroting. En ook de besteding van die vrije ruimte van 32 miljoen. Er staan een aantal hele mooie punten op om je vingers erbij af te likken. Wetende dat dit nog voorspel is, dat het eindspel in het komend voorjaar zal plaatsvinden en ongetwijfeld zal leiden tot een spannend moment suprême. Als laatste, echt allerlaatste, van de 37 gemeenten, staat op een gegeven moment een lijstje in de programmabegroting, heeft Zaanstad de hoogste woonlasten voor de bevolking, namelijk €698 per jaar. En Alkmaar is de goedkoopste met €480. Dat is een verschil van €218 is Alkmaar goedkoper dan Zaanstad.
En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat het CDA hier in het college zit en in Saarstad niet. Denkt u nog even aan de... Ja, ja. Denkt u nog even aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011. Hier moet ik echt in gaan grijpen, want... Te laat.